Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. En dat tijdens de interlandbreak, want het Nederlands elftal voetbalt. En dat betekent dat NEC vrij is. Nou, niet helemaal, want er is wel gevoetbald hier achter mij. Een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Daar komen we zo meteen op terug. Eerst maar nog even naar dat gelijke spel tegen Heerenveen. Het was niet best, het spel. En die gelijkmaker die viel eigenlijk een beetje zo uit het niets. En we hebben gesproken toen met Lasse Schöne. En die was aardig boos na de wedstrijd. Ja, nou ja, geïrriteerd, boos, omdat we niet wat we doen. Weet je, iedereen speelt wel eens een minder wedstrijd. Daar gaat het niet zozeer om. Dat gaat er gewoon om afspraken die we hebben gemaakt. En als dat niet nagekomen wordt, ja, dan word ik wel een beetje boos, ja. En goed, op een gegeven moment, weet je, we kunnen wel allemaal lief tegen elkaar zijn. Maar als we spelen zoals de eerste 25 minuten, dan mogen we best wel boos op elkaar worden. Dan mogen we best wel de waarheid zeggen. Zo gaat het ook eens. Ben jij dan de enige die zijn mond opentrekt of zijn er meer die dan boos worden? Ja, er zijn wel meer die boos worden. Maar goed, het is groot mannenvoetbal. En als je het niet tegen kan, dan moet je maar iets anders gaan doen. Weet je. Is niet altijd, we kunnen niet altijd elkaar over de bol heien. Werk aan de winkel? Nee, maar dat is logisch. Ik bedoel, het zou gek zijn als we nu klaar zijn na de achtste wedstrijd met dit elftal. En je ziet ook vandaag weer dat een aantal dingen, de 90 minuten van Bas, de 90 minuten van Sontje, dat soort dingen, Filip die langer gespeeld heeft, ja, dat dingen zijn die verbeteren. En daar gaan we mee verder. En na vorige week, de tik, hebben we denk ik ons als team in ieder geval hersteld. Nou, we hadden liever iets meer punten gehaald in dit drieluik, maar uiteindelijk gaan we daarmee verder. Ja, een gelijkspel dus in Heerenveen. 1 puntje meegenomen en daar moet je dan maar blij mee zijn. En er is werk aan de winkel, hoorden wij al. En dat is deze week dan ook wel gebeurd. Gelijk een oefenwedstrijd stond er op de planning tegen FC Utrecht. Nou, je thuis in de competitie werd er ruim gewonnen van FC Utrecht. En ditmaal het oefenduel trok FC Utrecht aan het langste eind. Want die wonnen met 1-2 van NEC. In de wedstrijd waren er wat vaste spelers er niet waren voor NEC. Zo zijn Dirk Proper en Suntje Hansen met Jong Oranje mee. Lasse Schöne was er niet bij. Ook Bram Nuiting zat op de tribune, dus speelde niet. Het elftal dat dan wel speelde, wist eigenlijk weinig te creëren. Er waren vaak wat slordigheidjes hier en daar. En dat zorgde ervoor dat dus NEC niet wist te winnen en verloor met 1-2. Dan hebben we na de wedstrijd even gesproken met een oud-bekende van NEC. Hij stond hier ook al onder de lat tijdens de competitiewedstrijd en ook tijdens dit oefenduel. Ik heb het over Matthijs Brandehorst. Ja, hoe is het eigenlijk nu bij FC Utrecht? Goed, het is altijd leuk om hier te zijn. En nou ja, dan is het ook, kijk, de vorige keer was het natuurlijk, zijn we er kansloos vanaf gegaan met 3-0. En het is wel lekker dat je nu een ander soort wedstrijd hebt. Ja, hoe bevalt het eigenlijk bij Utrecht? Ja, het was even een periode van wennen. En toen kwam er natuurlijk weer een hele gekke situatie waarin een nieuwe keeper werd aangetrokken en ik weer pas op de plaats moest maken. En dat was eigenlijk net een beetje de periode dat ik gewend was. Dus dat was wel even gek. Wel weer een plekje gegeven en ben gewoon weer gaan knallen, zoals ik altijd doe. Maar hoe was die periode? Ja, lastig. Lastig natuurlijk. Kijk, de situatie bij NEC was, kijk, die had ik ergens nog zoiets van, bepaalde heel erg van. Maar ik kon misschien nog snappen omdat het om Jasper ging Precies. Toen had ik net zoiets van, oké, het is gewoon een hele ongelukkige timing voor mij. Als het een jaartje later hadden gedaan, was het denk ik voor iedereen beter geweest. Maar goed, dat is ook een beetje achteraf praten. Maar in deze situatie was het wel zo van, ja. Hier was echt, we hadden echt afspraken gemaakt van je gaat concurrentiestrijd aan met Fabian de Keizer en de beste gaat spelen. Dus je krijgt een eerlijke kans en toen is ze uiteindelijk weer een buitenkans dat ze Barkas terug kunnen halen. Dat is eigenlijk een beetje natuurlijk ja, enigszins hetzelfde als met Jasper. Dat knaagt een beetje. Maar ja, dat zorgde er ook voor dat je zei van ja, dan wil ik wel ergens anders eventueel gaan voetballen, toch? Ja, zeker. En ik denk sowieso moet mijn opties wel ook open houden. Ik heb al een jaar op de bank gezeten. Ik zit nu alweer een tijdje op de bank. En ja, ik vind het wel moeilijk om geen wedstrijd te spelen. Ik geniet van oefenwedstrijden zoals dit. En ik wil gewoon weer wekelijks erin staan. En ja, aan een vorm kunnen werken. Wedstrijdritme kunnen opdoen. En belangrijk zijn voor het team, weet je wel. En dat, ja, als dat uitblijft, dan is dat wel iets wat ik mis. Hoe gek van de andere Utrechters dat jij hier bent toegezongen? Kijk, die wisten natuurlijk wel dat ik hier vandaan kwam. Dat ik hier 4,5 jaar gespeeld heb.
Maar die zeiden wel naar de wedstrijd van, sheetje, hey, Matthijs, was hier wel echt, je bent hier wel echt geliefd, hè? En die waren ook inderdaad wel een beetje onder de indruk, omdat, ja, kijk, ik had wel een beetje verwacht dat ze iets zouden doen, dat ze iets zouden zingen of zo, maar dat werd wel een aantal keren gedaan, dus dat was ook wel, dat vond ik wel bijzonder. En met mij dus ook mijn teamgenoten, dat viel wel echt op. Ja. Ja, altijd leuk om even met Matthijs Brandehorst te praten. Blijft er toch eentje van ons, zullen we maar zeggen. Goed, dit was hem dan weer, de NEC-update. Het hele interview trouwens met Matthijs Brandehorst is terug te vinden op mijn Instagram-account of op TikTok. En wij zijn er volgende week weer. En dan gaan we richting Almere City. Hè. Die komen dan hier naar de Goffert. Graag tot de volgende update.